Welkom bij Omroep Scheveningen met het programma Nieuw Haags Politiek Geluid. Ik ben Jimmy Jongens, lijsttrekker van NIDA. Mijn naam is Joy Winraban, lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Samen 070. Ja, goeiedag. Mijn naam is Wander Katshoek van de nieuwe politieke partij Dynamo Den Haag. Nou, mijn naam is Gilberto Morijan. Ik ben de lijsttrekker van Bond voor Studenten Actie. In deze aflevering huisvesting. Wat wij willen doen vanuit Samen 070 is in ieder geval aanpakken van het scheef wonen. Dat is een groot probleem in Den Haag. Zorgen dat er doorstroming komt. En verder ook nog al die bedrijfspanden die nu leeg staan. Om die opnieuw te gebruiken of opnieuw te bestemmen als voor de bestemming wonen. Veel woningen bijbouwen, daar is vraag naar. Veel betaalbare studentenwoningen. En veel woningen voor alle bevolkingsgroepen, dus rijk en arm en ook gezinnen. Wij willen heel graag meer spreiding door Den Haag. Dus in de duurdere wijken meer sociale huurwoningen. Maar ook stadswoningen betaalbaar bijvoorbeeld voor laag- en middeninkomens. En in de wijken die het wat zwaarder hebben, dat je daar weer andersom, laten we zeggen, de transitie maakt. Dat je daar ook weer meer vrije sectorwoningen gaat bouwen. Nou, sowieso moeten we hoger bouwen, want anders passen we niet iedereen in Den Haag. Daarnaast moeten we ook bepaalde leegstand gaan tegenvechten. Zeker in kantoorpanden die al jarenlang leeg staan. Dan moet er een herbestemming komen. En de gemeente kan dan zeker de regie daarbinnen nemen en mensen contacteren en gaan spreken met ondernemers, gaan spreken met die woningcorporaties en gaan spreken met mensen die gewoon eigenaar zijn van die gebouwen om te kijken. We hebben vanuit Samen 070 oog voor die woningnood. Dat hebben we heel duidelijk gezien. De vraag is alleen hoe gaan we het samen oplossen. Wat ons ook opvalt is dat er in Den Haag heel veel bedrijfspanden leeg staan. Ik wil met elkaar kijken hoe we die bedrijfspanden kunnen gebruiken, ook voor woningbouw. Dat is één. Wat ik ook belangrijk vind is dat wij het scheef wonen aanpakken. Je ziet dat er mensen zijn die in een veel te goedkope woning wonen. Dat moet je met elkaar dus aanpakken en te zorgen dat je die doorstroming ook op gang brengt. Dat zijn twee punten waar langs we die woningnood in Den Haag willen aanpakken. Waar wij bijvoorbeeld onder andere voor pleiten zijn meer generatiewoningen. Dat is dat meerdere generaties bij elkaar kunnen wonen. Op die manier tackle je verschillende maatschappelijke uitdagingen tegelijkertijd. Vereenzaming van ouderen, oplopende zorgkosten. En zorg je ervoor dat families bij elkaar blijven en dat je tegelijkertijd meerdere problemen tegelijk tackelt. Wij vinden het ook belangrijk dus dat het groen niet meer bebouwd wordt. En wij vinden het ook belangrijk dat Den Haag daarom de hoogte ingaat op plekken die daar geschikt voor zijn. Dus vooral in het centrum, rond de stations. En wij vinden het ook prima als daar hele hoge torens komen, net zo hoog als hoger of hoger zoals die er nu al zijn. Wij vinden het vooral ook heel belangrijk dat dus ook voor studenten en starters betaalbare woonruimte komt. Maar tegelijkertijd ook voor alle groepen van de bevolking. Dus wij willen eigenlijk liefst dat iedereen die nu in Den Haag woont, ook als hij dat wil, in Den Haag kan blijven wonen en niet de stad uitgejaagd wordt. Daarnaast ook gewoon het invoeren van tijdelijke oplossingen zoals containerwoningen en tiny homes. Kijk, dit zijn dingen die al bestaan, maar die niet structureel worden gedaan. Dus om structuur daarbinnen te zetten, kunnen we dit probleem van huisvesting in Den Haag oplossen op de lange termijn en op de korte termijn. Want Den Haag groeit gewoon exponentieel. Dus je moet ook korte termijn oplossingen hebben, want anders werken die lange termijn oplossingen niet. In de volgende aflevering, kunst en cultuur.